Ik weet niet of ik voorweeën heb, oefenweeën, of dat dit de real deal is. Maar ik heb Eddie wel even wakker gemaakt, omdat ze dus wat heftiger worden. En ze zijn ook best wel snel op elkaar, maar kort. Ik weet ook niet zo goed of ik de verloskundige al moet bellen of gewoon maar moet wachten. Eddie schudt wacht maar. Ja, ga niet midden in de nacht bellen als ik niet zeker weet. Ja, maar kijk wat voor berichtje ik krijg. Ik wacht nog even, want ik vind ze niet zo heftig als dat ik bij Judah vond. Oh mijn god, straks gaat het wel gebeuren vandaag. Ik ben nog niet ready. Nee, over 2 weken ook niet. Oh. Het is 2:30 en ze komen nu veel regelmatiger. Om de 3 minuten en dan voor ongeveer 45 seconden. Dus ik heb toch maar de verloskundige gebeld. Want ik zeg, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Bij Judah ging het heel anders. Dus ze komt er zo aan. Je hoorde echt aan haar dat zij net wakker was. Hè? Ja, ik voel me zo lullig om haar wakker te maken. Je hoeft maar niet te filmen hoor. Nee. Om de slaaphoofd. De verloskundige is net geweest, heeft even onderzocht en ik zit al in het beginstadium, 2 centimeter ontsluiting, maar ze denkt dat het wel doorzet en nu hoop ik ook wel eigenlijk dat het doorzet, maar ik heb nog steeds wel weeën om de 3-4 minuten, alleen ze moeten wat langer duren en ja, we gaan het zien. Ze komt over 2 uur terug als er geen verandering is om te checken. Maar het is nog te vroeg om naar het ziekenhuis te gaan, dus gaan we weer opvangen. Nou, een update. Het is ondertussen al 8:30. En het komt en gaat een beetje. Het komt wel zo om de 5 minuten. Maar de ene keer duurt het 20 seconden en de andere keer duurt het 1 minuut. Ze zijn ook nog niet extreem pijnlijk. Maar het gaat al de hele nacht zo. Dus ik hoop echt niet dat het nu voor wee zijn en dat het stopt. Ik ben nu wel even gedoucht. Dus dat is wel even lekker. Ik heb mijn haren gewassen. Voor het geval dat. Want anders in de kraanwee kan je namelijk niet... kan je moeilijk je haren wassen. En dan ga ik zomaar gewoon even rondjes lopen, denk ik. Kijken of ik het op gang kan krijgen. En ook maar weer even de verloskundige bellen om te kijken of er überhaupt vordering in zit. Maar ja, we will see. Hey! Het kistje is dood. Nou, de weeën zijn gestopt. Dus we zijn even aan het wandelen in de hoop dat ze misschien nog doorkomen nu op dit moment. Het is ongeveer 9:00 ochtends. Maar heel veel lopen, dat werkte de vorige keer ook. Ach, ik heb even een paar uur geslapen. Mama die heeft de dag vrijgenomen. Heel chill, voor het geval toch door ging zetten.
Dan kon ze even op Judah letten. Maar het zet helaas niet door. En ik baal. En ik moet zeggen dat ik dat best wel moeilijk vind. Omdat ik me vannacht zo mentaal had voorbereid van het gaat nu beginnen. Eerst raakte ik volledig in paniek. En daarna, nou ja, ben je jezelf helemaal moed aan het inpraten. En dan gebeurt het niet. Maar ja, ze komt wanneer ze komt. Moet loslaten. En dan moet ik met alles in de zwangerschap loslaten. Maar ik ben het gewoon niet gewend. Althans, mijn bevalling met Jura ging zo snel dat ik dit niet ken met de voorweeën en of het dan lang duurt en ontsluiting wat niet vordert. Maar ja, ik ga even broodje eten. Goedenavond, ik lig alweer in bed. Het is nog steeds 3 uur nu weg. Maar er is dus nog niks gebeurd. Maar ik heb wel de hele dag gewoon, ben ik niet zo lekker of zo. Er gebeurt gewoon best wel veel in mijn lichaam, merk ik. Maar het zakt wel allemaal af. Dus ik ga even wat slaap inhalen. Het is echt pas 7 uur volgens mij. Ja. En nu ga ik lekker slapen, want ik ben echt kapot. Oh, wat een heerlijke dag is het vandaag. Het zonnetje schijnt al de hele ochtend. Het is vandaag, even kijken, donderdag 5 januari. En ik heb gisteren niet zoveel meer gefilmd. Ik zat er een beetje emotioneel doorheen. Het is natuurlijk, dan denk je dat het gebeurt en dan gebeurt het niet. En dan blijf je gewoon maar zitten wachten totdat het wel gebeurt. En mentaal is dat natuurlijk een beetje vermoeiend. Ik had ergens de nacht, de hele nacht zitten nadenken van bij ieder schopje van is dit het dan? Gaat het nu gebeuren? Maar ik heb mezelf dat laten voelen. En daarna heeft mijn moeder me meegenomen naar het winkelcentrum. Eventjes een nieuwe badjas gehaald en wat nieuwe babykleertjes. Even de dopamine omhoog halen. Zodat het misschien sneller gebeurt. En verder kan ik gewoon niet zo heel veel doen. Ja, het is een beetje afwachten. Wat er wel is gebeurd vandaag. Ik ben mijn mucus plug. Ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt. Maar mijn stop verloren. Voor de mensen die niet zwanger zijn geweest. Of niet zwanger zijn. Voordat je gaat bevallen. Zit er een soort slijmprop. Tegen je baarmoeder. Die je baarmoeder een beetje tegenhoudt. En die valt er vaak eerst uit voordat je gaat bevallen. Nou, die ben ik dus vanochtend verloren. En als ik zeg prop, want dat is echt een flink vies prop. Heel vies om over te praten ook. Maar het verbaast me wel, want ik heb dat bij Judah niet gehad. Dus nu merkte ik dat voor het eerst. Oh, daar gaat de zon. Dus wie weet, ja. Ik ben ook verder niet meer veel aan het doen. Eigenlijk gewoon aan het relaxen. Gisteren is schoonmaakster geweest. Super chill. Dus het hele huis is gewoon helemaal gezogen en afgestoft en getweld. Vanochtend moesten we wel naar de dierenarts met Kobe. Die heeft een of andere buikgriep opgelopen voor honden. Gelukkig is het niet besmettelijk, maar naar mensen toe. Dus dat was ook even spannend vanochtend. Hij was echt helemaal aan het trillen en hij kon niet meer lopen en ik weet niet wat. Wij dachten dat het een hernia is, gelukkig niet, want anders zaten we daar weer mee. Maar nee, vandaag is gewoon niks doen. Ik ben series, ik ben Emily in Paris aan het kijken. Verder kijk ik nog steeds heel veel Grey's Anatomy, vind ik heel leuk. Ondanks dat het met ziekenhuis en slechte dingen te maken heeft af en toe, maar ik vind het gewoon heel interessant. En zij is echt super druk al een paar dagen. Ik merk wel dat het wel een fijne soort van generale repetitie is geweest. Met mijn moeder en met Eddie en wat we allemaal klaar moesten maken. En je voelt toch wel die spanning nu meer van dat het echt gaat gebeuren. Want eerst hadden we zoiets van, hey, je weet niet wanneer het gebeurt. Dus dan heb je ook nog niet het gevoel alsof het er echt aankomt. Dus we hebben de laatste puntjes op de i gezet. En straks als ik iets meer kracht heb, dan laat ik jullie even de commode zien. En onze co-sleeper. En hoe we het nu een beetje hebben ingedeeld. Maar ik ga eerst nog even deze appie afkijken. En een broodje papa eten.
Goedemorgen, het is alweer 6 januari. Ik heb gisteren niet meer gefilmd, want ik was in slaap gevallen. En toen daarna was ik helemaal gewoon gebroken, kapot. Dus ik dacht, ja, ik heb daar gewoon geen zin in. Nu ben ik lekker gedoucht. Ik heb mijn haren weer even gewassen. Ga ik zo weer even mooi in model brengen met mijn Dyson. Nog steeds geen baby, trouwens. Maar het is vannacht wel volle maan, of althans morgenochtend is het volle maan. En ik roep al de hele zwangerschap dat ik eigenlijk stiekem hoop dat ze met volle maan komt. Dus ja, 7e is volle maan. Maar ik probeer niet te erg daarop te hopen. Maar ik ga jullie wel even laten zien hoe we het hebben ingedeeld, aangezien we niet een slaapkamer voor haar hebben in dit huis. Dus alles staat eigenlijk in onze slaapkamer. Dus voor de mensen die bijvoorbeeld gaan bevallen en niet veel ruimte hebben in huis, dacht ik misschien wel handig om te laten zien. Als commode heb ik gewoon deze ladekast van de IKEA. Hij moet alleen nog wel omhoog en dat zal Eddie doen. Maar we hebben nog niet echt een idee hoe. Voor mij staat hij in principe prima, maar vanwege de kraanhulp moet hij op een bepaalde hoogte. Wat ik wel heel chill vind aan die ladekastjes is dat al die bakjes erin passen. Dus ik heb hier gewoon, nou ja, wat thermometertjes, sokken, mutsjes, schoentjes, mayo's. Ja, dit zijn alle swaddles, spuugdoekjes, hydrofiele washandjes en grote hydrofiele doeken. Je kan er niet genoeg hebben in ieder geval, dat wist ik bij Jude nog. Hier heb ik kleine rompers, dus maat 50, 56 rompers, pyjama's. En boxpakjes, t-shirts en broeken. Deze heb ik toevallig laatst van zolder gehaald. Die was nog van Juda. En natuurlijk heel veel beige. En dan hier heb ik gewoon nog wat overige dingetjes. Dit zijn badkepen. Nog wat dekentjes, vliesdekentjes. En dan kruiken. Dan heb ik hiernaast even zo'n trolley gehaald. Van de IKEA ook. Hier zitten dan de Pampers. Hier is even een onderlegger voor het bed alvast. We hebben dit keer gekozen voor een doekjeswarmer. Deze hebben we volgens mij gewoon van Amazon. Maar Juda was ook in de winter geboren. En wij vonden het zo zielig om 's nachts steeds zo'n koud doekje te pakken. En dan op zijn billetjes te doen. Dus deze stop je in het stopcontact. En dan houdt hij de doekjes warm. Hieronder heb ik, ja, niet echt veel. En een kraampakket met, ik zie een kraamonderbroek op de grond. Dan hebben we hier de co-sleeper. Die moet natuurlijk hier, maar nu even voor de ruimte. Deze is van Bednest. Het is een houten. Ik wil heel graag een houten co-sleeper. Ik heb Eddie echt moeten vechten voor een houten co-sleeper. En deze heb ik uiteindelijk van Marktplaats gehaald, maar wel met een nieuw matrasje. En Juda, zijn beste vriendin, die moet hij iedere avond instoppen. Maar ik vind een co-sleeper gewoon heel fijn. Zo. En hij is ook super chill om mee te nemen. Want hij kan helemaal ingeklapt. Ik moet wel zeggen dat Juda, die heeft niet heel veel in zijn co-sleeper geslapen. Die sliep vooral bij ons in bed. En dan in zijn, volgens mij hebben ze nu de naam veranderd in Dockadot. Toen heette het nog een sleepyhead. Alleen, nu zijn die babynestjes een soort van verboden om in te slapen. Dus die hebben wij gewoon nog beneden in de box liggen, maar die gaan we niet meer gebruiken om samen te slapen. Plus, hoe fijn ik het ook vind om samen te slapen, ik vind rust, regelmaat en reinheid heel belangrijk ook. Vooral als je twee kinderen hebt. Dus ik denk dat ik bij haar de co-sleeper veel vaker ga gebruiken bij Jude. Maar je weet natuurlijk nooit. En dan bij ons op de kledingkamer hebben we een rek voor haar. En dan al Juda's kleren zitten hier. En hier zitten dus voornamelijk de... Deze zijn dus ook allemaal van Juda nog van vroeger. En hier zo schattig van die truitjes. Boxbakjes. Deze is ook zo lief. Jurkjes. Deze moeten nog worden gewassen. Het zijn allemaal slaapzakken en winterkleertjes.
Oh, en ik heb trouwens ook deze kip gehaald bij de IKEA. Ik ben er met Eddie nog niet over uit wat het is. Ik vind het een pinguïn vanwege een strikje. En Eddie zegt dat het een kip is. Maar hier zit dus een nachtlampje. Heel klein. En een bluetooth speaker voor de white noise. Want dat was echt life saving bij Juda. Toen hadden we zo'n knuffel met dan een white noise en heartbeat erin. Die was toen 30 euro. Nu precies dezelfde is 80 euro. Dus ik had zoiets van nee. Ik heb dat ding dus gehaald. En verder het badje staat in de badkamer een beetje onhandig te wezen. Dan heb je natuurlijk ook de kinderwagen die staat al beneden in de schuur. En het kinderstoeltje zit al in de auto. Inclusief een vluchtkoffer. Dus ik ben super ready. Nu zij nog. Ik weet ook niet zo goed wat ik met mijn tijd moet doen. Ik ben voornamelijk aan het slapen. Maar ik heb vandaag ineens een beetje energie. Maar ik kan ook niet te veel tillen. Dus als wasjes draaien en zo vind ik oprecht echt heel zwaar. Maar ik moet nog wat schilderen voor dat bord buiten. Met haar naampje erop en zo. Die we voor jullie ook toen hadden. En weet ik veel, misschien ga ik knutselen of zo. Ik zie het wel. Wat doen mensen, wat de moeders altijd in deze tijd. En weer verder tv'tje kijken. We hebben letterlijk niks in huis. Omdat ik zelf geen boodschappen meer echt kan doen. En Eddie nog snel aan het overwerken is. Iedere avond. Ik heb het super leuk besteld. En nog koekjes voor vanavond. Oh, ik ga helemaal kapot. Ik had dus Subway besteld. En ik denk al, wat is pittig. Ik heb normaal chipotle-saus. Ik weet dat het niet... Het is een beetje spicy, maar niet heel erg. Het blijkt dat ik pepers en chilivlokken heb aangeklikt per ongeluk. Of ze hebben het erop gedaan. En dan kwam ik dus pas achter nadat ik mijn broodje heb opgegeten. Oké, so let this baby come, I guess. Hey there, dit is mijn uitzicht voor de aankomende weken. Boekje. En Grey's Anatomy. Goeie. Daar is de fietsjeswinkel. Ja, naar de fietsenwinkel. Goedemiddag. Het is vandaag zondag de 8e. Helaas geen full moon baby. Ze zit gewoon nog lekker te chillen daar binnen. En ja, wij blijven maar wachten. We gaan wel vandaag even wat dingetjes doen. Omdat ik de hele week natuurlijk best wel veel binnen heb gezeten. En ik heb zoiets van, hoe meer je gaat doen, super overbelicht. Mijn auto was bij oma. Ja, hoe meer je gaat doen, hoe losser het gaat worden. Dus we gaan eventjes dingen voor Judas' verjaardag alvast uitzoeken. Even lekker naar de stad, samen lunchen. En heel veel wandelen. We waren even bij de Decathlon. Even de fietshoogte voor jullie daar bekijken. Maar er zijn al van die mensen, hè? En ik begrijp het half of zo. Die dan door het leven gaan op blote voeten. En ze zien er verder heel normaal uit. Behalve dan dat ze dus geen schoenen aan hebben. Oeh, maar die voeten zijn... Het is gewoon zo goor. Oh, daar kan ik me zo druk om maken. Vooral, ik heb een grote voetenfobie. En die mag mijn voet aanraken, maar ik raak niet zomaar... Ga nog wat doen, hoor. Wat, Maar ik raak niet zomaar Eddie's voeten aan. Het heeft best wel eventjes geduurd. Niks mis met mijn voeten, vriendin. Is ook niks mis met jouw voeten, maar ik kan gewoon geen, voeten aanraken of zien of in mijn buurt hebben of whatever. Ik kan ze niet in je buurt hebben. Nee, en dan gewoon... Om dan die vieze... Oké. Dat wil ik even zeggen. De voeten van mijn kindjes zijn natuurlijk anders, want die wil ik wel gewoon lekker zo ruiken en vastpakken. Mama, ja? Dit is mijn bal. Ja, die heb je net gehaald, hè? Ja. Super cool. Die ga ik in mijn la zetten. Heel goed van jou. Want de kopie mag niet van mijn stoep maken. Nee, dat is niet de bedoeling. Nou, we zijn alweer terug van de stad, Arnhemstad. En ik heb mezelf even verwend. Want ja, ik had gewoon zo erg zin om mezelf te verwennen.
Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb mezelf verwend met een lekkere iced matcha. Ik moet alles iced hebben. De maagzuur is too much. Ik trek het niet meer met theetjes en warme dingen. Ja, iedereen is zo lui. Jongens! Nou, dit is reality, guys. Zo gaat het eigenlijk de hele dag. Vooral met zo vrolijker. Ik heb eindelijk deze jas van de Bershka. Hij is 70 euro normaal. En dat vond ik eigenlijk veel te duur voor een jas van de Bershka. En nu was hij 40 euro, volgens mij 45 euro afgeprijsd. Dus toen dacht ik, yes, eindelijk. Want ik vind de kleur zo cool. Het is een soort windgroen-grijs. En ik heb mezelf, of Eddie heeft mij verwend met nieuwe schoenen. Een paar dagen geleden had ik ineens zoiets van, ik moet ze hebben. En dat zijn de Polestar Platform. Ik heb ze gepast. Ik heb ze een halve maat kleiner genomen uiteindelijk. Omdat ik best wel opgezwollen voeten heb. En ze vallen ook best wel heel groot. Maar hoe leuk is dit? Met gewoon een spijkerbroek. Als ik die weer pas. En ik kon het niet laten om langs 9 Up 9 Down te gaan in Arnhem. Daar hebben ze allemaal super mooie babymerkjes. Net zoals Lil Atelier en House of Jamie. Kongels Slort. Kan ik nog uitspreken. Maar dan heb ik deze. Met dan een bijpassend hoofdbandje. En een leggingje. En een speenkoord. Veel te duur. Ik had even niet naar de prijs gekeken voor dit lapje. Maar ik vond hem wel echt super cute. En verder, ik ga deze vlog al afsluiten. Want ik heb al best wel veel minuten materiaal. Ik had gehoopt dat de baby in deze vlog al zou komen. Maar helaas. Ik hoop volgende week. Of vanavond. Of van, ja. Weet je wat het probleem is? Juda is 18 januari jarig. Dan wordt hij 4. 18 januari is 20 januari. Nee, 20 januari is jouw zusje uitgerekend. Nee. Dat is 2 dagen na elkaar. En 11 januari, zeg ik dat goed? 11? Woensdag 11 ga jij naar de basisschool. Nee, en dat is 11. Ik word 11. Oh, oké. Okay. Maar dat is allemaal zo dicht op elkaar dat ik eigenlijk hoop dat zij dus voordat Juda naar de basisschool gaat, komt. Zodat we dan daarna volledige aandacht aan Juda kunnen geven. Omdat het best een grote verandering voor hem is. Maar ja, als ze later komen is het niet anders. En je kan natuurlijk niks plannen, maar dat zou wel het meest ideaal zijn. Dus bij deze, ik ga de vlog afsluiten. Hou mijn Insta in de gaten. En wish me luck. Tot de volgende keer. Met baby. Hopen we.